Hallo allemaal, daar zijn we er weer, RHTV Live. We zitten natuurlijk bij de Illusionaire Macht, hier in het mooie Maastricht. Goed, waar gaan we het over hebben? Nou, er is iemand, er zijn een paar mensen die mij wegzetten als raar, als vreemd. Dan denk ik bij mezelf, ja, ben ik nou echt zo vreemd? Echt waar, ben ik nou echt zo vreemd als ik me uitspreek over de 30.000 mensen die zijn weggezet als fraudeur? Ben ik dan zo vreemd? Maar ja, dit zijn natuurlijk weer mensen die mij komen trollen. Ja, die vinden dat leuk om Rogiertje te gaan trollen, hè? Ja, oh wat leuk, wat leuk. En het zijn hele simpele mensen, echt zo. Nou goed, ik heb ooit een vraag gesteld aan iemand. Een Mayo Mayo. Die kennen we nog wel, hè? Ja, die is teruggekomen onder een andere naam. Andere profiel, maar dezelfde naam. Mayo Mayo, Mahi Mahi, of hoe heet die knakworst? Nou goed. Ik heb Mahi Mahi, of Mahi, Mayo Mayo, hoe heet die knakworst? Heb ik ooit gevraagd. Ja. Mayo Mayo weet het wel, hè. Als de prinsenvlag wordt gezien als extreem rechts. Ja. Wat is dan de Bataafse vlag? Nou, als je daar te veel moeite mee hebt om dat te beantwoorden, ja, ja, dan ben je geen gesprek waardig. Nee, want hij weet nog steeds niet te antwoorden wat dan de Bataafse vlag is. Is het dan ook extreem rechts? Ja? Nou ja, goed, het is onvoorstelbaar. Kijk. Hier heb je die knakworst weer, hè. Droppie Hoppie. Ja, Droppie Hoppie, kijk mee. Ja, tuurlijk. Dan gaat hij weer een frame van consensus maken. Dan gaat hij weer zeggen van... die regier... Onvoorstelbaar. Hij zegt van... Ja, ik ga niet knippen en plakken, hoor. Maar er is alweer een artikel uitgekomen van mij. Thema met RHTV. Nou, als je dat bekijkt... Echt jongen, wat een sukkeltjes zijn het. Wat een sukkeltjes. Wat een sukkeltjes. En ik heb ook tegen Droppie gezegd, hè. Als je nog één woord tegen mij zegt, ja, dan ga ik je blokkeren. Nou, wie praat hier weer? Droppie Hoppie. Ja, je krijgt een blok van mij, jongen. Je krijgt een blok van mij. En Videre 2.0 krijgt ook een blok van mij. Dag! Dag kneusjes, dag! Ja. Maar we gaan ze nu nog niet blokkeren. En nu nog niet, want anders gaan ze weer zitten janken. Gaan ze weer zitten janken. Oh, kijk, Rogier die heeft Rutte bedreigd. Rogier heeft Rutte bedreigd. Ja, ik heb Rutte helemaal niet bedreigd. Ja. Ik heb hem helemaal niet bedreigd. Ja. Videre. Ja, wie het ook mogen zijn, de loveback, ja, die zegt tegen mij, ja, we proberen je te helpen, hè, door geld te sturen naar de dierenambulance. Nou, vraag me af hoe je me daarmee helpt, maar goed, whatever. Ja. Denk bij mezelf, echt waar, serieus. Serieus. Wat ben je voor kneus, man? Wat ben je nou voor kneus? Echt, jongen. Kijk, en het is gewoon zeer, zeer triest. Weet je, je wordt gewoon weggezet als raar. Terwijl, heb ik dat dan verzonnen? Dat er een toeslagenaffaire is in Nederland? Heb ik dat verzonnen? Zit dat in mijn rare wappie complotters hoofdje, hè? Nee, dit zijn dingen die echt gebeurd zijn. Ja, echt gebeurd. Maar ja.
Kijk, zo'n IQ droppie is ook zo'n dom figuur. Die zegt van, oh, die Rogier die is Rutte aan het bedreigen. Ik denk van, serieus? Ik heb alleen gezegd dat ik naar Den Haag toe ga. Maar dat wordt dan gezien als een bedreiging. Je weet het niet, de vreemd van consensus. Kijk, David Icke, die wil ook gaan praten. Ja, en die mag ineens 28 landen niet ingaan. Ja, dus dat is hoe het gaat, hè. De vreemd van consensus. Ja, en zo'n Videre, die gaat natuurlijk bij de politie, gaat die zeggen, oh, die Rogier, dit en dat. Oh, die Rogier, blijven we mee. Oppassen voor die Rogier. Oké. Geef mij nou eens eventjes aan wanneer ik gewelddadig ben geweest. Wanneer ik bijvoorbeeld een bushokje heb ingeschopt of iets in die trend. Wanneer ben ik nou gewelddadig geweest? Geef mij dat eens even aan. Ja. Kijk, en Mayo, of hoe heet die knakworst? Die vraagt van, ja, wat heeft Rogier op betekend voor Nederland? Ja. Oké, wat betekent Mahi-Mahi voor Nederland? Een beetje mensen lopen uitschelden. Beetje dom lopen doen. Echt serieus. Maar ja, ik heb het tegen Videre gezegd en al die andere knakworsten. Daar heb ik het gezegd, hè. Als je nou echt met mij empathie toont. Jammer dat je kat is overleden. Nou, kom maar op cam. Kom maar op cam. Zonder stemvervormen. Zonder masker. En zeg me dat maar. Zeg me dat maar. Maar nee, dat gebeurt natuurlijk weer niet. Nee. Hoe kom je daar nou weer bij? Daar zijn ze veel te laf voor. Ja, veel te laf voor. Dus ze gaan naar Pietertje. Hebben ze een of ander iemand verzonnen? Pieter? Gaan ze daar een interview doen? Ja, echt. Janne. Wat een kneusjes. Echt serieus, man. We gaan naar Pieter die wel kijkers heeft. Ja, ga maar. Ik hou je niet tegen. Ga dan. Dag kneusje. Je gaat later op de blok, hè. Ja. Dus. PNN. We hebben ze ook weer vast verzonnen. Ja. Jongen. Ze verzinnen echt van alles. Weet je, die droplul. Die IQ droppie, of hoe heet die. Die verzint dus gewoon. Dat ik Rutte heb bedreigd. Gaat hij zeggen van, ja, dreigingen naar politici is wel heel erg hoge straffen, bla. Ja, ik heb hem niet bedreigd hoor. Ik heb hem niet bedreigd. En dan zegt hij, ik verzin niks. Tuurlijk. Je bent gewoon een kneusje. Nee, wat heb je dan gedaan? Nou, ik heb gezegd, ja, dat Rutte nog 2 maanden de tijd heeft om naar Maastricht te komen, anders kom ik naar Den Haag toe. Nou, dat is toch geen dreiging? Ik mag toch als Nederlander naar een andere stad toe gaan? Of niet? Hè? Dat is toch helemaal geen dreiging? Maar ja, kijk, ze proberen natuurlijk iets los te peuteren, hè. Ze willen dat ik dat ga zeggen. Dat ik ga zeggen van, ik ga Rutte dit en dit aandoen. Nee. Hij mag voor mij de gevangenis ingaan. Ja. Ik ga hem niks aandoen hoor. Ik heb hem al 2 keer gesproken. Ja. En 2 keer dezelfde vraag gevraagd. En natuurlijk heb je ook die loveback. Want dat is het ook. Die gewoon helemaal niks zegt. Dus ja.
Ik zal hem nog een keer spreken in Den Haag dan, als hij niet hier naartoe komt. Ja. Dus, maar die kneusjes die proberen natuurlijk mensen kwaad te krijgen. Ja. Die zijn op max, zijn ze natuurlijk uitgescheten. Daar hebben ze ook tig artikelen over geschreven en zoiets. En ja, nu hebben ze speciaal voor mij, hebben ze een nieuw profiel aangemaakt om mij weer te kunnen volgen. Wauw, yay! Ja, en wat doe je ermee, hè? Ga je ze blokkeren? Dan komen ze weer terug onder een andere naam. Of laat je dat gewoon toe? Ja, moeilijk. Moeilijk. Maar ja, het zijn gewoon idioten. Het zijn gewoon kneusjes. Kom dan een keer live videren. Laat hem even zien wie je bent. Kom dan. Nee, dan ren je snel weg, hè. Met je droppie en mayo en al die andere holmaatjes voor jou. Jongen, echt waar. Er wordt ook gezegd, van, ja, je moet het ook geen aandacht geven, dan groeit het niet. Maar zij vallen mij lastig, hè. Ik ben een maand lang ben ik niet live geweest. Alleen maar in de Jitsi en zoiets allemaal. En dan ga je de Jitsi-link delen. En wie komt er weer in de Jitsi? Ja, Videre. En Droppie. Ja. En ja, die pikken gewoon jouw Jitsi in, hè. Ja, dat vinden ze leuk. Ja, die gaan ze me ook nog bedanken daarmee. Jongen. Nou ja, goed, whatever. Jitsi is natuurlijk makkelijk aan te maken. Ieder idioot kan dat, behalve Droppie natuurlijk. Die heeft maar twee hersencellen. Samen met Videre is het drie. En ook nog Mayo erbij. Nou, dan heb je vijf hersencellen, hoor. Dat is echt ongelooflijk. Wat een kneusjes. Je bent de ideologische vijand van mij. Ja? Kom maar een keer naar Maastricht toe. Laat maar eens zien wie je bent. Hè? Met je grote bek. Kom dan. Ja, kom maar. Hier, heb je hem weer, hoor. Kom dan. Wat een kneus ben je, man. Ik sta hier. Kom maar. En daar heb je ook nog die NSB-oma. Jongen, wat een figuur is dat, man. Echt. Kijk, die Videre, die zegt natuurlijk van, ja, je moet de overheid regeltjes volgen. En Oké. Daar heb je ze gevolgd. Wat ben je ermee opgeschoten? Helemaal niks. En wie heeft je gewaarschuwd? RHTV Live. Ja, maar Videre, die gaat je weer belachelijk zitten maken, hè. Kneusjes. Ja, ik kijk geen RHTV live. Want dan val ik in slaap. Je hebt het steeds over dezelfde dingen, Rogier. Dan val ik in slaap. Nou, oké. We krijgen hier zo'n spotlicht, hè. Jongen, wat een kneusjes. Dus dan zeggen ze van, het zijn saaie dingen. Hè? Maar ze kijken dan toch wel, ondanks dat het saai is. Nou, echt jongen, wat een... Deze mensen die sporen gewoon niet. Die sporen niet. Moet je nog naar de koffieshop? Jongen. De hel... Nou ja, goed. Rare vragen. Moet je nog naar de koffieshop? Jongen. Wat een kneusje ben je. Kom dan. Kom dan, droplul. Kom dan. Weet je, ik verwacht jou morgen hier in Maastricht. Ja? Je hebt zo'n grote mond. Kom dan. Ik verwacht je morgen hier zo. Ja, op de markt. Ja. Bij Minkeleers. Ja, dat ken je wel, hè, Minkeleers. Ja. Ik verwacht jou morgen. Ja? Kom maar. Oké, tot morgen. Ik geef een vrijvraag. Nou, oké. Dan zie ik je morgen. Ja? En dan
Kom je lekker in beeld, jongen. Lekker in beeld. Is goed, hoe laat? Nou, 2 uur. Ja, 2 uur. Kom maar. 2 uur. Ja, ik sta daar hoor. En dan ga ik ook live om 2 uur. Kijk of jij daadwerkelijk komt. Met je grote bek. Kom dan. Kom dan. Ach man. Je zal wel even zien. Hè? Morgen 2 uur staan we daar zo. En geen dropje te vinden hoor. Nee, geen dropje te vinden. Kom dan. Kneusje. Hè? Echt waar jongen. Wat een wereld is dit. Wat een wereld. Benzine is wel duur, maar heb het over voor jou. Kom maar, kom maar. Weet je waar je moet parkeren? Hieronder, daar heb je de Q-park. Ja, kom maar. Dus, kom maar. Ik vind het goed. Dus morgen om 2 uur, dan zien we dus wie droplul is. Kijken of het de echte vent is. Ja? We zien ons morgen weer, mensen. Of later in de avond. De groei en tot later.